Solid, is weer maandag. Momentje hoor, ik moet even... mooi begin gelijk. Mooi begin. En ik wil beginnen... zeg het eens. Ja? Ja. Ik wil beginnen met vrijdag. Leicester City. 9-0 tegen Southampton. Heb je dat ooit wel eens gezien? In de Premier League? Ja, City heeft ook met 9-0 gewonnen. Recent toch? Niet? 8-0 was dat toch? Nee. Tegen Watford. Ah, dat was 8-0. Maar ja, ze hebben ook een keer... Het record was van City 9-0. Ja, Leicester City is... De ploeg misschien die dit jaar in de top 4 gaat eindigen. En als je nu met 9-0 wint uit bij Southampton, wel een heel slecht Southampton. Dan gaan we weer terugdenken aan 2016. Hè? Dat sprookje van Ranieri, Kante, Vardy, die toen de titel pakte. Als ze nu de titel pakken, Leicester City, met dit Liverpool en dit Manchester City. Nou, ik zeg niet dat ik dan naar Leicester loop. Dan moet jij niet maar, meer nee, zeggen. Maar ik ga dan naakt naar Leicester. Nee, als dat gebeurt... Met deze ploeg, dat zou echt heel bijzonder zijn. Want dan vinden ze het voetbal opnieuw uit. En dan, dat zou ik echt kan het? Nee, het kan niet. Het is onmogelijk. Heb je genoten van Liverpool tegen Tottenham? Ja, ik heb echt genoten van Liverpool. En Jurgen Klopp ook, geloof ik. Want die was na afloop laaiend enthousiast. En een moeizame overwinning met 2-1. Kwam al heel snel 1-0 achter. En Tottenham ging achteruit. Son en Dele Alli bijvoorbeeld. Die speelden als een soort van backs. Hè. Die waren alleen maar aan het opvangen. Ik zag Van der Vaart zeggen, zie je echt, die past makkelijk bij Tottenham, dan kom je lekker aan voetballen toe. Nou ja, als je die wedstrijd in de Premier League wel ziet, die staan wel heel erg op eigen helft te wachten op Liverpool. En Liverpool bleef maar komen. Ik vond het wel echt fysiek imponerend. Dat je op kop staat, je moet winnen, je weet dat City heeft gewonnen. En dan toch zo'n overwinning nog uit weet te slepen. Ik begrijp wel waarom Jurgen Klopp na afloop zei van, dit was wel misschien de beste wedstrijd van het seizoen die wij gespeeld hebben. We hebben heel veel goede wedstrijden gespeeld, maar dit was de beste. En ja, ik heb ook wel genoten van Liverpool tegen Tottenham. Blijf nog heel even in Engeland, want jij wil ook nog iets over Tim Krul zeggen. Twee penalties gestopt. Twee penalties gepakt en Solskjaer zei wel na afloop terecht. Ja, hij begon over het WK van 2014 en Louis van Gaal hem inbracht voor Jasper Cillessen. En hij zei van ja, het is een erkend penalty stopper. Maar hij kwam wel twee keer een meter van zijn doellijn af. En als je de beelden terugkijkt, en ja, dat kunnen mensen gewoon doen, dan zie je dat ook dat Solskjaer gelijk heeft. Krul die pakt heel slim die meters. En ik heb ook eerlijk gezegd geen idee meer waar de VAR precies voor is. Want de ene keer wijkt een keeper een centimeter van de doellijn af en dan moet die penalty overnieuw genomen worden. Nu staat Krul nou, echt een halve meter voor de lijn op die strafschop van Rashford en Martial. Die pakt hij dan erg. Geweldig voor hem. En je zag ook de manier waarop hij dat vierde. Daar was hij trots op en terecht. Hij mag dat gebruiken in zijn voordeel. Maar het is vreemd dat je bij de ene wedstrijd een centimeter van je doellijn afwijkt. Dan moet die penalty overnieuw genomen worden. En Krul die bijna een meter pakt en... Dat wordt gewoon doorgelaten en sowieso het hele weekend weer de ene na de andere vreemde incident meegemaakt in het voetbal. Dat je denkt van, waar heeft de VAR nog zin voor als je het op deze manier toepast? Bijvoorbeeld in Duitsland, in de tweede divisie, heb je dat gezien of niet? Ja. In de tweede divisie zijn er een aantal jongens van Holstein Kiel aan het warmlopen. De bal gaat nou 25 meter naast. Dus die jongen denkt, nou, weet je wat, ik hou die bal tegen. Dan kan het spel een beetje versneld worden. Hij houdt die bal tegen, net achter de lijn, maar die bal is niet helemaal over de lijn heen. Nou, dat de VAR dan ingrijpt, dat je dan in zo'n kantoor zit en denkt, hey, dat kan niet, dat mag niet, dit moet, de scheidsrechter moet het weten. Want alle spelers waren al weg, aan het weglopen, want de keeper ging gewoon een uittrap nemen. Er was niks aan de hand, het publiek die er ook niks van zei. Niemand zou er iets van gezegd hebben. Alleen, er is één iemand op de hele planeet die het iets vindt. En die begint in dit oor te tetteren, ja, hij is net niet over de achterlijn heen. En ik weet, het zijn de regels, en de regels zijn regels, maar je moet af en toe ook gewoon scheid hebben aan de regels. Die VAR is bedoeld voor Thierry Henry-achtige praktijken, ja. Voor de hand van God. Daar is de VAR voor bedoeld, maar niet voor dit soort zaken. Het loopt uit de hand, hoor. Ja, zullen we maar gelijk daarop doorgaan. Matthijs de Ligt, zijn derde handsbal op rij. Dat is natuurlijk ook wel een bizarre... En bij Oranje ook nog. Bizarre statistiek eigenlijk. Ja, het is onverklaarbare statistiek. Ik kan me niet herinneren dat er een speler is geweest die dat in een serie zo vaak heeft meegemaakt. Alleen als je gaat kijken puur naar deze handsbal, let je uit. Belangrijke wedstrijd, Juventus moet die winnen. Hij stond met zijn armen langs zijn lijf te wachten. Een bal wordt, ik dacht, twee keer van richting veranderd. En ook vlak voordat hij kan ingrijpen, wordt die bal nog van richting veranderd. Dus hij kan niets doen. Nou, dan komt die bal tegen zijn linkerarm. Je ziet hem ook gewoon doorspelen. Hij probeert nog zijn arm weg te halen, want hij schrikt daarvan. Oh, weer een bal op mijn arm, dat wil ik niet. En dan, hij is te laat. Strafschop. Volgens de regels
kun je hem geven, niks mis mee. Maar wat kun je zo'n jongen aanrekenen? Ik vond ook wel terecht de reactie in de afloop van Bonucci onder andere, maar ook van de trainer die zei, ja, het gebeurt weer, het is niet goed voor zijn zelfvertrouwen, maar wat kun je hem aanrekenen? Weinig. Ja, het is lullig. Twee punten, het kost Juventus 2 punten. Dat is het vervelende van deze situatie voor Matthijs de Ligt, maar ik zou het zwaar onterecht vinden als hij op basis van deze hensbal nu het vertrouwen kwijtraakt van de trainer. Hij moet het vertrouwen kwijtraken van de trainer omdat hij 5 keer verkeerd staat bijvoorbeeld. Dat staat hij niet. Dat staat hij niet. Hij doet eigenlijk best wel veel goed en dat zien ze bij Juventus ook wel. Alleen ja, als je 3 wedstrijden op rij, zoals je net zei, de bal met je hand aanraakt, ja, dan gaan mensen toch denken, hé, wat is aan de hand? En ik heb heel veel mensen gesproken, weet je, als ze op weg gaan naar een slager of zo, die dan over de hensbal van de Ligt beginnen uit het niets. Ook een beetje vreemd, maar die hebben de wedstrijd niet gezien. Die hebben alleen een heel snel een fragment gezien en denken, oh ja, die Ligt, die kan er helemaal niets van. Die is daar in Italië de weg kwijt, die is aan het verdrinken daar, weet je, het gaat allemaal te snel voor hem. Nou, geloof me maar, het gaat helemaal niet snel voor hem, maar hij heeft gewoon ongelooflijk veel pech. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. En het kan zomaar gebeuren dat het volgende week weer gebeurt. Hè? En ze spelen al snel weer een wedstrijd. Ja. Dan moet de klassement voorkomen, zou je zeggen. Nou ja, als je kampioen wordt met Juventus en je hebt de bal 48 keer aangeraakt, dan vraag je toch af of je niet de verkeerde sport gekozen hebt. Hè? Dat is dan de grappen die. En ook na die wedstrijd. Ja, wat voor je van de reacties die er allemaal op internet zijn? Het zijn memes, maar het zijn memes. Het zijn memes, inderdaad. En de memes. En je weet van tevoren al, je wist tijdens het fragment, oké, nu dit wordt lachen, want dit wordt leedvermaak. Daar houden we van. En er worden heel veel foto's gemaakt of memes gemaakt. Matthijs de Ligt zonder handen. Hartstikke leuk. Ja, als ik Matthijs de Ligt was geweest, maar ik ben Matthijs de Ligt niet. Helaas. Het scheelt op jaarbasis een klein. Scheelt iets heel veel, toch? 12 miljoen. Nee, het scheelt 12 miljoen euro. Maar dan zou ik mijn handen laten vastbinden. En dan zou ik het trainingsveld opkomen met mijn handen vastgebonden. Op die manier te laten zien van ja, jongens. Wat kan ik eraan doen? Weet je wel, ja. Hij wordt nu ook een volleyballer genoemd, een handballer. IE is een handballer of een volleyballer. Eigenlijk, dat is vreemd gedrag, dat is raar. Dat is echt een totale blackout. En dat is hem ook al 2 keer overkomen. Ja, dit zijn van die momenten in de sport. Een bal wordt van richting veranderd. Stel je voor dat er nu buiten beeld een meisje op mijn knie valt. En er zit daarachter een VAR die doet dit. En die zegt, hey, even kijken, er komt nu een meisje op zijn been vallen. En dan zegt de VAR, vreemd gaan, dat is vreemd gaan. En volgens de beelden valt er iemand op mij, dat is vreemd gaan. Maar wat kan ik aan doen dat ik hier zit? Ik zie er niet eens aankomen en ze valt op mijn been. Dat kun je als vreemd gaan betitelen, hè, volgens de regels, volgens dit. Maar wat kan je eraan doen dat als je niet eens ziet aankomen, zo'n bal, weet je wel. Het zou wel leuk zijn als dat een keer gebeurt hier, maar dat, ja, lopen hier nooit meisjes rond. Nee, we werken in een hele zagrijnige manomgeving. Ja. Maar er kan ook een man op mijn been vallen. Maar dan zal de VAR ook dit gaan doen, dus echt die vreemd gaan. En in Engeland vind ik het echt belachelijk dat die scheidsrechter niet eens naar de schermen lopen om te kijken. Want als je als scheidsrechter bij Arsenal tegen Crystal Palace naar het scherm was gelopen, had je kunnen zien dat het gewoon een geldig doelpunt was geweest. Nu wordt het 2-2. Zat de trainer onder druk. Grote probleem. Xhaka die... ruzie met de fans. Die van het veld afloopt. Belachelijke reactie trouwens. Maar, ja, zeker als aanvoerder. Ja, dan moet je dat gewoon niet doen. Ik vond wel, je ziet wel dat er bij Arsenal problemen zijn. Nu gaan we opeens over Arsenal, maar ik wil... Zullen we De Ligt even afsluiten? Hij is geen volleyballer. Nee, Matthijs De Ligt is een wereldverdediger in wording en geen volleyballer. En je moet wel mentaal sterk in je schoenen staan. Dat werd voor mij door Bonucci gezegd na afloop. Ja, dit kan wel een beetje angstigheid bij hem veroorzaken. Of knauwen zijn zelfvertrouwen geven. Er moet wel iemand hem vertellen, ja jongen, dit is pech, dit kan een keer gebeuren. Je hebt ook verdedigers die in een paar weken tijd 3 keer een eigen doelpunt maken. Overstap maken naar Frankrijk. Wat viel jou op aan Memphis Depay dit weekend? Nou, 2 dingen. De voetballer, de captain, want hij is aanvoerder van Lyon, die schitterend doelpunt maakt. En ook een strafschop uitlokt, of versiert, hoe zeg je dat, veroorzaakt voor zijn ploeg. Dus Lyon wint, eindelijk weer een keer een wedstrijd. Hij draagt die ploeg, hij is aanvoerder geworden en hij heeft denk ik als voetballer goed op een rijtje. En ik vond hem ook wel sterk als studiogast. Hij was de gast bij Canal Plus. Hij had wel iets vreemds aan, een soort van bloemachtig, ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Ik heb niet zo'n verstand van mode, dat kun je ook wel zien. Ik heb gewoon een blouseje aan. Ja. Maar hij had een mooie outfit aan, dat viel me op. Maar hij sprak ook wel goed. Ik vind het wel goed dat hij... Maar niet in het Frans, denk ik.
Nee. Hij zat bij Canal Plus, een belangrijke voetbalshow, hè, zeg maar met de Johan Derksen van Frankrijk. Die spreken allemaal Frans. In Frankrijk spreken alle Fransen Frans. Die spreken geen enkele andere taal. Dus Memphis zat daar en die spreekt Engels. Er werden Frans in vragen in het Frans aan hem gesteld. Het was 20 seconden stil. Die vragen komen dan zijn oor in, met denk ik een oortje. En dan geeft hij antwoorden. Dat was een beetje vreemd, maar hij gaf een aantal goede tips. En hij zei ook in die show dat de gouden bal vroeg nog best voetbal ter wereld. Kun je dat wel eens worden? Die ambitie heeft hij wel. Alleen hij zag het wel lastig in. Want Kylian Mbappé, die is er ook nog. En het wordt lastig om die voorbij te komen. En dat heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Maar niet alleen Mbappé is de staande weg voor hem. Nee, maar het is wel goed dat je zoveel zelfvertrouwen hebt. Ik bedoel, ik weet hoe het met jou zat, maar ik ging vroeger ook al het veld op met het idee van oké, ik ben de beste van heel Noord-Holland. Ik hield het wel bescheiden. Tot voor kort hield je dat nog in stand, toch? Nog steeds. Nog steeds denk ik dat als ik een balletje hier op de redactie trap, dan vind ik mezelf nog steeds de allerbeste aller tijden. Want dat moet je natuurlijk wel, dat gevoel moet je wel hebben, anders kom je ook niet vooruit. Dus dat vind ik wel goed aan Memphis, dat zelfvertrouwen. En dat wordt dan soms een beetje van buitenaf, wordt daarom gelachen. Maar ik vind het goed dat hij in zo'n show gaat zitten. Dat hij uitgenodigd wordt is al een goed teken, want hij is echt een grote jongen in de Ligue 1. En hij is nu aanvoerder en echt een van de gezichten van Olympique Lyon. De opperbaas, hè, werd hij genoemd in Franse media. Van Lyon. Mooie titel. Ja, dat betekent wel dat je goed bezig bent. Wil je verder nog iets zeggen over Bundesliga? Boetius is belangrijk, Klaassen was belangrijk. Toch leuk om even te noemen nog. Ja, Jean-Paul Boetius, belangrijk wedstrijd gewonnen. Degradatie kraken. Kellerduel noemen ze dat in Duitsland. Maar Boetius is al tijden bij Mainz 05 goed bezig. In een andere rol dan bij Feyenoord. Hij speelt op 10, hè? Hij speelt op 10. Achter de spitsen en is daar het creatieve genie. Wel bij Mainz. We moeten niet doen alsof Zidane is opgestaan bij Mainz. Maar het is Boetius die het heel erg naar zijn zin heeft bij Mainz. En zo zie je maar dat af en toe een verandering voor een voetballer best wel iets teweeg kan brengen. Zoals Jetro Willems het heel goed doet nu bij Newcastle United. Is Boetius een van de grote jongens van Mainz 05. En die vecht in de Bundesliga tegen degradatie. Maar je ziet wel dat hij plezier heeft in het spel. Dat hij er zin in heeft en dat hij rendement oplevert en je ziet echt dat hij zich daar echt naar zijn zin heeft. Ik denk dat we in het elfde van de week ook nog wel terugkomen op Atletico. Je wil niks over Frenkie de Jong, want meestal moet ik iets over Frenkie de Jong zeggen. Ja, dat gaat een beetje lastig als hij niet gespeeld heeft. Ja, het was natuurlijk het weekend van de El Clasico die niet gespeeld werd. Wel jammer. Ja, jammer. Ja, het is wel jammer, maar hij wordt nu ingehaald in december op een woensdagavond, geloof ik. Ja, jammer. Ja, wat moet ik erover zeggen? Lekker voor de spelers van Real en Barcelona, die een aantal vrije dagen hadden. Hè. Ik zag dat er een aantal spelers van Barcelona bij Barcelona B ging kijken. En Frenkie had het erg naar zijn zin met zijn vriendin, geloof ik, als ik zijn Instagram-pagina goed bekeken had. Dat was leuk, toch? Nou, het is wel eens lekker dat je met je vriendin iets doet. Ja. Stel je voor dat je alleen maar voetbal zit te kijken thuis. Nee, ik neem er ook af en toe wel eens mee, hoor. Maar ik moet wel vrouw zeggen, hè, voordat ik weer... Precies, ja. Fout heb je meer dan één keer gemaakt. Al honderden keren. Ze kan er wel om lachen trouwens nu. Ja? Ja, ik mag gewoon vriendin zeggen. Ik ben de enige man die tegen zijn vrouw vriendin mag zeggen. Dat is ook wel lekker. Zij zegt wel man, als het over jou heeft. Of zegt ze ook goat? Mijn goat. Nou, ze zegt soms wel eens voor de gein. Want we lopen soms over straat en dan word ik goat genoemd. En dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. Dat als je gewoon, ik heb natuurlijk een naam. En ik ook nog een bijnaam. Wat is je naam eigenlijk? Ja, ik heet Suleiman. Maar iedereen noemt me Sulie hier. Maar als wij dan, we gaan naar de snackbar of zo om een patatje te halen. Dat doen we af en toe. Ja, onderweg naar de snackbar of in de snackbar. Hey, goat. Weet je wel, dat is wel vreemd. Dus dan noemt zij me ook zo af en toe. Ja, echt? Ik ben eraan gewend. Ja, ik reageer er ook op. Het verbaast me ook wel een beetje dat ik als ik in de trein bijvoorbeeld zit en ik word herkend, dat ik dan iemand noemt me dan goat. En vanochtend, misschien de buschauffeur die me vanochtend toezwaaide en toeterde. Ik dacht, lijn 79, ik heb je gezien. Mooie afspraak. Serieus, ik ben bijna ondersteboven gereden door een bus. De wild toeterende bus. Maar de bus heeft gewoon de weg vervolgd en er is geen gevaar geweest. Maar ik moet wel, dat is wel leuk. 'S morgens om 8 uur. Ik hou nog steeds elke dag leuke berichtjes binnen van fans. Ja. Zijn er nog dingen die daar uitspringen? Of niet? Nou, ik heb natuurlijk een inbox vol en soms reageer ik niet. En soms reageer ik 2 weken later pas. Ik bedoel, ik heb niet altijd tijd om er doorheen te scrollen. Maar
doel de hensbal van de licht. Hoe laat was dat? Om nou, rond 4 uur ongeveer. Om 3:55 stroomde de box vol met mensen. Dat is wel leuk, lijkt mij. Die wilden daar iets van weten. Ja, dat is, er gebeurt iets en mensen gaan aan jou meteen denken. Ja, dat is, maar ja. Dat is toch wel normaal. Ik bedoel, wie heeft er een verstand van? Ja, dat is waar.